De wet is onzin. Hij is de wet. I am the law. He, zo moet je het eigenlijk zien. Alles wat de president doet is in principe juist en in het voordeel van de natie die weer, niet waar, in zijn grootsheid van vroeger hersteld zal worden. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Nou, het is vakantie voor jou, Maarten. Jij zit op Texel nu. Ik zit gewoon thuis in Utrecht. Misschien eerst maar eventjes over het Marsdiep. Hoe ligt het erbij? Het Marsdiep lag er heel goed bij. Ja, ik kon vanwege mijn gekneusde enkel dus niet, wat ik meestal doe, de auto neerzetten daar beneden op het autodek en dan met de trap naar boven en dan fijn over het Marsdiep uitkijken. Dus ik was wel gedwongen om in de auto te blijven zitten. We moesten toch in principe wat langer wachten dan normaal. Dus we kwamen wel weer in zo'n file terecht. Je kunt eigenlijk tegenwoordig, denk ik wel eens bij mezelf, helemaal niets meer doen zonder in rijen te staan en files terecht te komen. Nou ja, het maakt het leven er allemaal niet aangenamer op. Maar we hebben dus een uur gewacht, denk ik, bij de boot. En toen zijn we naar het eiland overgestoken. En daar zitten we nu in de warmte natuurlijk. Ik kan niet veel met die enkel. Dus ik, in principe zit ik maar zoveel mogelijk gewoon lekker binnen en lees ik. Dat is eigenlijk mijn voornaamste activiteit hier. En er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen van, heeft Maarten nog wat goede boekentips die hij met ons kan delen? Nou, die wil ik eigenlijk best delen. De ene, dat is, daar was ik al wel aan begonnen, moet ik zeggen, dat is The Age of the Strong Man. Dus het tijdperk van de sterke man. Dat is een boek van meneer Gideon Rachman, R-A-C-H-M-A-N, zeer analytisch. Dit is ook weer een heel analytisch boek. Dit huidige boek gaat dus over wat de titel al zegt, de strongman, de Poetin, Trump, Xi Jinping, hoe heet het, Orban, Kaczynski, die mannen, Erdogan, kortom, het hele patroon van een specifiek type van politicus, wat nou juist vooral de laatste 20 jaar het wereldtoneel in allerlei opzichten beheerst natuurlijk, omdat in de twee belangrijkste economische eenheden van deze wereld, natiestaten zoals China als Amerika, hebben met dit verschijnsel te maken gekregen. Trump is natuurlijk verslagen in zijn herverkiezingsstrijd, maar desalniettemin Trump is nog in allerlei opzichten aanwezig als een dreigende schaduw over het Amerikaanse politieke bedrijf. En nou ja, Xi Jinping bakt het in feite jaar op jaar bruiner en bruiner met zijn terugkeer naar een soort van totalitaire alleenheerschappij. En het boek bestaat eigenlijk voornamelijk uit een analyse van het gedrag van die strongmen. Hoe gedragen zij zich? Ze zijn natuurlijk zonder uitzondering zijn ze langs democratische weg aan de macht gekomen. En ook al tijdens hun campagne natuurlijk zeiden ze van ja, je moet op ons stemmen, want wij kunnen alle ellende die zich in de wereld voordoet, die kunnen wij oplossen. Want die ellende wordt veroorzaakt door een achterbakse elite, die het in feite met het groot deel van de bevolking niet goed voor heeft. En wij staan eigenlijk voor de bevolking en wij staan voor de natie. Zij vereenzelvigen zich ook in het algemeen met de natie. En zij zijn ook steeds, niet waar, zij leven van een grootse belofte. Make the nation great again. Dat is natuurlijk een bekende kreet van Trump. Maar je ziet die kreet in feite bij al die verschillende lui. Zie je die kreet weer terugkeren. Alsof er een soort gouden tijdperk is wat zij gaan recreëren als het ware. Daarbij nemen zij het niet nauw met bestaande instituties. Integendeel, die instituties worden afgeschilderd als vijandig. Niet in het voordeel van het volk handelende. Je kunt ook spreken van de zogenaamde deep state. Hè, dat er een omvangrijk, onzichtbaar ambtenarenkorps is. Wat de staat runt naar eigen goeddunken zonder veel democratische legitimatie. En in het voordeel van de elite nogmaals. De elite is onnationaal of tegennationaal. De elite is globalistisch, denkt mondiaal, handelt mondiaal, verdient zijn geld mondiaal. En in dat opzicht, niet waar, wijzen zij dat ook allemaal af. Zij winnen de natie. Het gaat primair om de natie. De natie staat als bindende eenheid, als vertrouwenwekkende eenheid, als historische, sociale eenheid.
en culturele eenheid. Daar gaat het om. Dus alles wat bovennationaal is, antinationaal is, daar zijn ze falikant tegen. Echt, de Europese Unie die durft voor geen meter, want die is bovennationaal. Dus dat kan in feite niet deugen. Vrij karakteristiek is ook bij iedereen in dit gezelschap, is dat ze tegen Soros zijn. En waarom zijn ze tegen Soros? Omdat Soros een Joodse financier is die zich in heeft gespannen voor de introductie van democratische methoden en democratische wetgeving. En natuurlijk ook nog Joods is, er zit altijd ook een vrij sterk antisemitisch element zit er natuurlijk ook in. Wat niet wegneemt dat hij ook Netanyahu beschrijft als een typische strongman, als iemand die het ook niet zo nauw neemt met de democratische moorheid. Dat geldt voor al deze lui. Ze beginnen meteen met de onafhankelijke rechterlijke macht te ondergraven. Ze beginnen te prutsen aan het democratische systeem, dat moet minder democratisch. Ze proberen in feite overal waar instituties machtsbeperkend zouden kunnen werken, voor de strongman proberen ze die instituties zoveel mogelijk te beschadigen en kapot te maken. Nou ja, denk aan Orbán in Hongarije, denk aan Kaczynski in Polen. Maar denk, het kan nog veel erger natuurlijk. Denk aan Duterte in de Filipijnen, die in feite een nationaal gesponsorde moordcampagne heeft opgezet, waarbij tienduizenden, in dit geval meestal drugsverslaven, vermoord zijn van overheidswegen. Dus er zijn één bucket bruiner in feite dan de ander. Maar ook Poetin is een goed voorbeeld. Dit was democratisch aan de macht gekomen en vervolgens stap voor stap bezig om de democratie te ondergraven, om zijn eigen regime te bestendigen. En dat alles uit naam van de natie en de grootsheid van de Russische natie en de glorieuze toekomst die de Russische natie wacht als Poetin maar zijn zin kan krijgen. Nou, dat is in kort bestek eigenlijk de thematiek van The Age of the Strongman. Rahman is een man die laten we zeggen, heel beheerst afstand houdt. Die dit allemaal keurig beschrijft. Die ook laat zien niet waar, hoe het patroon bij al deze lieden in feite ongeveer hetzelfde is. Ook nog, Johnson in Engeland. Nu natuurlijk op weg naar de uitgang. Wordt ook tot de strongman gerekend. Maar dat is als het ware een lichte variant. Ook Boris Johnson is typisch iemand die het niet nauw neemt met de regels. Je kunt het meteen laten aansluiten bij het feit dat Trump een enorme hoeveelheid geheim materiaal mee had genomen naar Mar-a-Lago. Zijn buitenverblijf in Florida geheel in strijd met zowel de archiefwet als in feite in strijd met de spionagewetgeving. Dus hij neemt het niet nauw met de wet is onzin. Hij is de wet. I am the law. Zo moet je het eigenlijk zien. Alles wat de president doet is in principe juist en in het voordeel van de natie die weer niet waar in zijn grootsheid van vroeger hersteld zal worden. Dus het maakt de strongman is altijd bezig met de wet te overtreden. De wet geldt niet voor de strongman. Of hij vindt een hele nieuwe wet uit. Dat is het patroon eigenlijk. Een ongelooflijk interessant boek in allerlei opzichten. Waar van alles in staat wat je ook weer niet wist natuurlijk. Je wist al wel veel hoe gek ze allemaal zijn in feite. Dat ze allemaal leiden aan megalomanie, de bekende paleizenbouw. De hele poppenkast die hoort bij de strongman. Natuurlijk het permanent verongelijkt zijn. Ze spelen ook heel sterk op nationale gevoelens van verongelijkt zijn. Hongarije is een goed voorbeeld. Iedereen moet altijd de Hongaren hebben. De Hongaren hebben de hele geschiedenis door een bad deal gekregen. Maar ja, dat werkt. Wat zegt Trump over de Verenigde Staten? De Verenigde Staten worden uitgezogen en belazen door hun bondgenoten via de NATO. Die bondgenoten betalen er geen pest aan. En Amerika, dat moet ervoor. Nou, dit. Denk aan Poetin. Ook een klassiek geval natuurlijk. Heel verongelijkt over wat Rusland overkomen is. Als we even kijken naar Trump deze week nog, hè, want daar kunnen we op zich met dit verhaal wel mooi op aansluiten. Dan zie je dat hij de Republikeinse partij nog stevig toch in zijn greep houdt. Hè? Ik heb begrepen. Ja, zeker. Het is eigenlijk bedroevend dat ook de Republikeinse partij plotseling in de Verenigde Staten, dat die plotseling bereid is om afstand te nemen van de FBI. De FBI moet worden opgeheven en de FBI is een soort Gestapo geworden. En, nou ja,
Allemaal typisch Trumpiaanse retoriek natuurlijk, die nergens op slaat. Maar feit is dat ze ja, eigenlijk steeds weer opnieuw, ook als je dat niet direct zou verwachten, weer kiezen voor Trump. Omdat ze natuurlijk allemaal doodsbang zijn. Dat als ze niet de steun van Trump hebben, dat ze dan natuurlijk hun basiselectoraat zouden kunnen verliezen. Namelijk de blanke Amerikaan, die niet hoog is opgeleid, die er economisch vaak niet zo verschrikkelijk goed aan toe is. Want dat is natuurlijk een thema wat ik daarnet niet heb aangeroerd, dat al deze lui, niet waar, hebben een electoraat. Ze zijn ooit gekozen, de kleine man, voor degene die verwaarloosd wordt, voor degene die niet gehoord worden. Als je ook kijkt naar waar hun electorale kracht ligt, nooit in de grote steden. Niet waar, dat is eigenlijk nooit het geval. Hun kracht ligt altijd op het platteland en in de kleine steden. Dat is het patroon. En nu worden natuurlijk de campagnes voor de midterms worden voorbereid. Is het zo dat er eigenlijk nog wel wat kritiek is binnen de Republikeinse partij? Of is dat helemaal weggezuiverd op Trump? Nou, het aantal mensen wat daar nu natuurlijk opgaat voor verkiezing. Daarvan waren sommige uitgesproken Trumpianen. En de anderen hadden ook wel een lichte afstand genomen tot Trump. Maar niet indrukwekkend. Feit is dat Trump toch nog heel sterk aanwezig is. Hoe het Trump over 2 jaar zal vergaan. Ja, ondertussen natuurlijk verraaf voelt hij wel een beetje aan de verschillende kanten. De Republikeinen kunnen niet electoraal een president kiezen zonder enige steun van de zogenaamde independents. Ze hebben wel, willen ze een redelijke electoraat krijgen, dan hebben ze meer nodig dan alleen het specifieke Republikeinse kernelectoraat. We zullen dat af moeten wachten. De Democraten die zetten nu hoog in op die abortuswetgeving. Het feit dat het Hoge Rechtshof daar op het federale niveau een eind aan heeft gemaakt. Wat is de rol van Liz Cheney in dit hele verhaal? Nou ja, die speelt een helder rol, merkwaardig genoeg. Zij is de enige vertegenwoordiger van de staat Wyoming. Wyoming heeft zo weinig inwoners dat de staat als geheel een district voor het Huis van Afgevaardigden is. Heel Wyoming heeft ongeveer 500.000 inwoners en is 6 keer zo groot als Nederland. Ik geloof dat ik het al eens hier aangepunt heb. Zij was een aardsconservatieve republikein. Zij heeft aanvankelijk ook zich helemaal niet specifiek en regelmatig en in de aan publiek tegen Trump verzet. Maar natuurlijk, haar rol is totaal veranderd sinds 6 januari vorig jaar. Omdat zij, naar mijn idee, volkomen terecht zich heeft gerealiseerd. Dat een staatsgreep was. Dat een zittende president, niet waar, die geen zin had om zijn baantje op te geven. Dat hij bereid was een staatsgreep uit te voeren. Weliswaar een volstrekt incompetente staatsgreep. Zoals alles wat Trump doet in feite ook incompetent is. Denk aan zijn COVID-beleid natuurlijk, wat dramatische gevolgen heeft gehad. Maar en toen heeft zij eigenlijk besloten om waarschijnlijk haar politieke toekomst op te offeren door in die commissie te gaan zitten, die hele 6 januari-zaak tot op heden zo efficiënt en aangrijpend heeft onderzocht. En het ziet ernaar uit dat zij haar zetel in het Huis van Afgevaardigden voor haar staat, dat ze die zal verliezen. Ja, maar wordt zij gezien als een paria in de eigen partij? Zonder meer, ja. Zij is voor de eigen partij is zij de vijand geworden. Vandaar dat ze voor veel democraten een held is geworden. Heldin, moet ik zeggen, natuurlijk. En haar vader is Dick Cheney uiteraard, en die heeft nog een rol gespeeld in de regering Bush, hè? Ja, zeker. Haar vader heeft een bedroevende rol gespeeld in de loop der tijden. Is heel lang een prominente figuur in Washington geweest natuurlijk. Hij is al chef-staf van president Ford geweest. Nou ja, reken maar uit. Die zat er van 74 tot begin 77. Dus dat is ondertussen heel lang geleden. Toen heeft hij veel geld verdiend in het bedrijfsleven. Hij heeft ook de staat Wyoming nog vertegenwoordigd. En volgens mij ook als lid van het Huis van Afgevaardigden. En tenslotte is hij door de oude Bush senior gevraagd om minister van Defensie te worden. Dat heeft hij er prima afgebracht, want laten we op zichzelf, Dick Cheney,
figuur, nietwaar, die in mijn ogen niet veel goeds gedaan heeft, maar hij was wel een competente figuur. Dick Cheney is een uiterst competente figuur, weliswaar met ideeën die bepaald niet de mijne zijn. Maar competentie kun je hem niet, of gebrek aan competentie kun je hem niet verwijten. Als minister van Defensie heeft hij dat toen heel goed gedaan voor de oude Bush. Toen weer geloof ik naar het bedrijfsleven en tenslotte toen kwam de jonge Bush natuurlijk. Die is in 2000 gekozen. En die heeft toen tegen Dick Cheney gezegd van wil jij niet mijn vicepresident uitzoeken? Nou ja, er werd een geweldig gezocht en er waren ook wel kandidaten, maar tenslotte zei de jonge Bush, weet niet zelf worden. En zo is Dick Cheney in feite de vicepresident van de jonge Bush geworden. En na vele overtuiging was Dick Cheney vanwege zijn competentie en vanwege de in allerlei opzichten incompetentie van de jonge Bush, was Dick Cheney eigenlijk de acting president in de periode 2001-2005. Dat is de achtergrond van Dick Cheney. In de tweede termijn van de jonge Bush was de invloed van Dick Cheney veel minder groot, omdat hij natuurlijk ook verantwoordelijk werd gehouden voor die achterlijke interventie in Irak. Dus die familie Cheney, dat is wel echt een machtige politieke familie. Nou ja, dat wat zou ik daarvan zeggen? Als er nou een hele grote familie was, zou je dat eventueel vol kunnen houden, maar die is er niet. Want je hebt dus Dick Cheney en dan heb je zijn de vrouw van Dick Cheney, die op zichzelf ook wel een eigen politieke rol heeft gespeeld en allerlei deftige commissies heeft gezeten. En toezichtsraden en zo. En dan zijn dochter. Bij mij weet heeft hij geen andere kinderen dan die dochter. Maar verwacht je dat Liz Cheney wellicht ook plaats gaat nemen in een regering onder een toekomstig republikeinse president? Nee, dat lijkt mij buitengewoon onwaarschijnlijk. Dat wil zeggen, we weten helemaal niet wie die eventuele republikeinse president in de toekomst zal zijn. Want daarvoor zullen er eerst verkiezingen moeten worden gehouden. En ja, daar hebben we nog helemaal geen kijk op natuurlijk. Wat dat betreft, de politiek is vaak een kwestie van weken. Ja. En we kunnen nu niet zeggen wie de kandidaat wordt. Nou ja, veel mensen zijn bang dat het Trump zal worden. Die kans is ook waarschijnlijk vrij aanzienlijk dat het Trump zal worden. Maar het is niet totaal onmogelijk dat het iemand anders wordt. En dan hebben we bovendien nog de vraag naar de kandidaat aan de democratische kant. Zal Biden zich opnieuw herkiesbaar stellen? Ja, niet bijster waarschijnlijk. Die is 81 al in dat geval. Ook waarschijnlijk niet zo verschrikkelijk verstandig. Het wordt wel gezegd dat hij dat gaat doen, hè? Ja, natuurlijk moet hij dat zeggen. Als ik hem was, zou ik ook zeggen, ik ga lekker door tot ik 100 ben. Om de aantal reden, zodra je natuurlijk zegt dat je niet doorgaat, dan verlies je ook macht. En dan word je een zogenaamde lame duck president, zoals dat heet. Manke eend. Zoiets als ik nu ben, een manke eend. He? Zoiets in die geest. Maar goed, ik hoef geen president te worden, godzijdank. Dus we kunnen over 2024 in feite niks verstandigs zeggen. Natuurlijk wordt er over gespeculeerd, maar dat is vrij zinloos. Ja, maar als je kijkt naar wat Cheney in ieder geval is voor wapenbezit, ze is ook tegen abortus, heeft ook voor 90%... uitgesproken conservatieve republikein. Haar punt is, Donald Trump heeft zijn eigen eed, namelijk dat hij de constitutie hoog zal houden, heeft hij beschadigd. Hij heeft die belofte niet gestand gedaan. Hij heeft geprobeerd om de Amerikaanse politieke orde omver te stoten. En dat is de reden dat zij een prominente rol is gaan spelen in die verder door democraten beheerste commissie. Geheel terecht, ik bedoel, dat ze op zichzelf bewonderenswaardig. En hij heeft in feite waarschijnlijk zijn politieke toekomst eraan geofferd. Ja, ze heeft ook gezegd tegen alle republikeinse collega's van Donald Trump verdedigen op dit punt. Ja, dat kun je eigenlijk niet doen. En op een gegeven moment op een dag is Trump weg. Maar uw schande door te stemmen nu hiervoor of dit goed te vinden is blijvend. Ja, dat heeft ze gezegd. En naar mijn idee heeft ze dat zeer terecht gezegd. Er zal, denk ik, historisch niet mild geoordeeld worden over al die slappelingen die kletsmajoer van een Trump hebben gesteund in de loop der jaren uit meestal opportunistische overwegingen. Omdat van heel veel huidige republikeinen die nu Trump steunen bekend is dat ze niks van Trump moesten hebben. Maar toen niet helemaal was, ja, is wel handig om dan je toch weer in het Trump-gezelschap in te ordenen. En je noemde net al Wyoming. Daar zijn komende week volgens mij ook verkiezingen, hè? In aanloop naar de midterm. Voorverkiezingen. Ja. Ja, dus daar wordt... En je hebt in Amerika heb je altijd voorverkiezingen. En dan in november heb je de verkiezingen.
Ja, en wat gaat er dan gebeuren dinsdag? Nou, de verwachting is dat Lynn Cheney die voorverkiezingen voor het Republikeinse lid van het huis, dat ze die zal verliezen. Mm-hmm. Dan moeten we ook weer even afwachten. Hè. Er kunnen allerlei onverwachte dingen gebeuren. De wereld is vol van onverwachte gebeurtenissen. Maar de algemene verwachting is dat gaat zij verliezen. Dus dan zit ze nog maar in het huis tot, wat is het, 5 januari van het volgend jaar. Trump zelf heeft volgens mij vorige week een toespraak gehouden waarin hij iedere keer toch een klein beetje, en ja, hij zegt het niet heel duidelijk dat hij weer voor de race gaat, maar hij geeft iedere keer, ja, net als zo'n showman op tv, een hintje, hè, een tipje van de sluier. Volgens mij had hij het nu over een grote surprise die eraan zou komen. Ja, algemeen wordt aangenomen dat hij het zal doen. Hij heeft natuurlijk ook ondertussen al een aanzienlijke verkiezingskas bij elkaar gekregen, ook nu met die FBI-overval in Mar-a-Lago, dat wordt natuurlijk ook weer handig opgespeeld. Zo. Wij moeten gesteund worden, moet je eens kijken wat er gebeuren kan. Dit is in feite een soort fascistische staat die ons notabene overvallen heeft. Ja, bananenrepubliek, zeiden ze volgens mij. Bananenrepubliek, altijd een bekend verwijt. Ja, je moet eigenlijk eens uitzoeken wat precies bananenrepublieken zijn. Hè? Het idee van de bananenrepubliek is natuurlijk ontstaan omdat je in Latijns-Amerika en in Centraal-Amerika een aantal landen hebt waar de banaan het belangrijkste exportproduct is. En meestal de regering in die landen iets deden wat de Amerikanen niet beviel, dan zorgde United Fruit in feite ervoor dat de bestaande machthebbers eruit gekegeld werden en dat er door United Fruit nieuwe werden benoemd. Dat is eigenlijk de thematiek van de bananenrepubliek. Dat je zelf niks te vertellen hebt, maar dat een Amerikaanse company in staat is om de wet naar zijn hand te zetten. Als ik het wel heb, is dit de historische achtergrond. Dat eigenlijk de bestaande machtsverhoudingen, die deugen voor geen meter, die zijn door en door gecorrumpeerd. In dit geval dan door de banaan. Je weet dat het wereldwijd heel slecht gaat met de banaan. Hè? Mm-hmm. Vrijwel alle bananenrassen worden aangetast door allerlei rare micro-organismen. En het is maar de vraag of wij ook de banaan over de komende decennia zullen kunnen eten. Dat ze over zo idioot goedkoop zijn, daar heb ik nooit iets van begrepen. De banaan? De banaan, ja. Heb je wel eens bananen gekocht? Ik heb wel bananen gekocht. Als je een trosje bananen kopen voor, weet ik, voor 1,5 euro. Ja. Realiseer je daarvoor, eerst moeten die bananen dus in Costa Rica, weet ik waar het is, aan een boom groeien. Niet waar, dan moeten die bananen, die moeten geoogst worden. Die bananen die geoogst zijn, die moeten naar een speciaal bedrijf op de plantage gebracht worden waar ze gewassen worden. En ontdaan worden van allerlei parasieten of insecten. Niet waar die ook graag, die ook van de banaan houden, bij wijze van spreken. En dan moeten ze keurig verpakt worden in speciale dozen. Ondertussen zijn ze nog niet rijp, ze zijn gewoon groen. Dan worden ze in speciale koelschepen. Eerst moet een stuk naar dat schip getransporteerd worden. Worden ze in die koelschepen ondergebracht. Dat schip vaart naar Rotterdam. Daar wordt het ontladen. En vervolgens moeten die bananen dan weer gedistribueerd worden. Eerst natuurlijk over een groothandel. De zogenaamde bananengroothandel. En dan komt die banaan terecht bij in de winkel bij mij om de hoek. En daar kost dan een trosje bananen 1,5 euro. Die discussie wordt ook gevoerd met avocados. Hè? Want ja, ik begrijp dat je even stil wordt met deze verhandeling. Maar het blijft gek dat is vrijwel niks blijkt te kosten. Per banaan ben je nauwelijks een patiënt kwijt, bij wijze van spreken. Ja, en de avocados die zijn heel duur, hè? Maar die leggen ook een lange afstand. Ja, maar dat komt dat de avocado teelt. Dat is een gruwelijke teelt die enorme hoeveelheden vocht noodzakelijk maakt. Wat natuurlijk in de meeste plekken waar die groeit en niet zo makkelijk voorhanden is. Nu tegenwoordig, als we naar Europa kijken, überhaupt niet meer voorhanden is. Ja, de avocado is wel een hele parasitaire vrucht. Ja. Nog eventjes over Trump. Vond je de invallen die je hebt gezien, vond je die wel terecht? Waarbij ook gezocht is naar documenten over kernwapens? Ja, het leek mij dat de invallen volkomen terecht waren in overeenstemming met de wetgeving. Ja, nee, het leek mij volkomen terecht. Omdat er ook een tal van materiaal gevonden is waar hij niet op die plek over had kunnen of mogen beschikken. Nou was algemeen bekend natuurlijk dat Trump wel een heel ruime opvatting had van de archiefwet. En datgene wat geheim zou moeten blijven en datgene wat niet geheim zou moeten blijven. Er werd ook gezegd dat allerlei deskundigen bijvoorbeeld, die vertelden hem sommige dingen helemaal niet omdat ze wisten dat hij zo verrekt dat ons lippig was, dat hij het aan Jan en allemaal doorvertelde.
Met als gevolg dat Trump van Dijk was en is een lopend veiligheidsrisico. Die documenten verscheurde en door de wc trok en nou ja, gaan ze maar door. Kortom, helemaal keurig het patroon van de strongman, namelijk wij trekken ons niets aan van bestaande wetgeving. Wij hebben niets te maken met bestaande wetgeving, wij zijn de wetgeving. Dat idee. De wet geldt niet voor de strongman. The time for empty talk is over. De midterms in Amerika komen eraan. U weet, er gaan in Amerikaanse verkiezingen gaan miljarden en nog eens miljarden rond. We will make America great again. Verdiep je in de Amerikaanse presidentsverkiezingen met het luisterboek van Maarten van Rossum. Dus stel je voor, u bent de minderheid, u heeft 40 senatoren, dat is eigenlijk een vrij forse minderheid. Dan kunt u eigenlijk vrijwel alles frustreren door het wetsontwerp dood te praten. Dat is de filibuster. Het luisterboek vind je via de link in de beschrijving. Dus dan lees je voor uit de Bijbel. Er zijn lui die enorme kookboeken hebben voorgelezen.